Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe Rikka Praat, waarin ik het altijd ga hebben over onderwerpen van nieuwe Nintendo Switch games. En voor deze aflevering ben ik geïnspireerd geraakt door een berichtje op Instagram. Want iemand vroeg aan mij, ga je FIFA 20 kopen voor de Switch? Als jij nou ook een leuk onderwerp hebt voor Rikka Praat, gooi het dan in de comments of DM mij ergens, jullie weten me wel te vinden. Maar, over FIFA 20. Ik ga maar gewoon met de deur in huis vallen. Ik geloof niet dat het heel erg handig is om die game te gaan kopen. EA, Electronic Arts, de makers van de FIFA games, zijn nou niet bepaald handig bezig geweest omtrent FIFA 20. Eigenlijk is het gewoon totaal niet eerlijk wat je krijgt op de Nintendo Switch. Misschien moeten we gewoon even een trailertje bekijken en dan komen we wel tot bepaalde conclusies waarom je FIFA 20 gewoon niet moet kopen. Althans, niet op je Nintendo Switch. Woesh. Daar komt ie jongens, FIFA 20, New Gameplay Futures, stop. FIFA 20 voor de Nintendo Switch heeft helemaal geen nieuwe Gameplay Futures, niks! FIFA 20 is letterlijk FIFA 19 qua gameplay. Wacht, even terug naar de trailer. Wat voor nieuwe Gameplay Futures hebben we dan? Set Pass Rewrite, oh je kan op een nieuwe manier vrije trappen nemen. Ja, oké, dit ziet er best tof uit. Maar dit is niet voor de Nintendo Switch. Want wij moeten het doen met de gameplay van FIFA 19. En daar zat dit nog niet in. Introducing Dynamic 1v1's. Jongens, niet in de Nintendo Switch, hè. Je bent FIFA 19 aan het spelen, jongens. Nee, deze bewegingen, volgens mij zitten die er niet in. En sowieso, het verdedigingssysteem is exact hetzelfde als in FIFA 19. Oké. De bal, jongen. De bal, die moet ook anders bewegen, blijkbaar. Hebben we een vierkante bal gekregen dan of zo, EA? Oh ja, de bal stuit af en toe anders. Ja. Ja, ik zie het. Maar niet in FIFA 20 voor de Nintendo Switch. Nee. Je koopt gewoon FIFA 19. Het enige wat we wel doen voor FIFA 20 voor de Switch, is even de minuutjes helemaal FIFA 20 maken, zodat het er niet meer uitziet als FIFA 19. Oh ja. En we doen de transfers. Dus we zorgen eventjes dat Frenkie de Jong bij Barcelona zit. Matthijs de Ligt zit nu bij Juventus. Ja, Ajax maakt altijd wel lekkere transfers. Donny Villena is naar Krasnodar. Oh my god! Nou, alle transfers die zijn natuurlijk wel even verwerkt. Wacht. EA heeft natuurlijk ook de tenuutjes aangepast, hè. Dus als een club een nieuwe sponsor heeft, dan staat die ook netjes op het shirtje. Maar voor de gameplay voor de Switch hoeven we niks te doen. Geef ze gewoon FIFA 19. Ze trappen er toch wel in. Nou, even terug naar die trailer. Composed finishing. Ja, maar Nee. Dat hebben we niet. Voor de Nintendo Switch spelen we gewoon FIFA 19. Dit hoeven wij niet. En weet je wat we ook niet hoeven? Dit hoeven we ook niet. FIFA Volta. Nee joh. Gewoon een hele FIFA Street mode natuurlijk in FIFA 20. Wat iedereen altijd al wilde. Hè? Straatvoetbal in FIFA. Dat? Nee joh. Nintendo Switch gebruikers die hebben dat niet nodig. Dat maakt niet uit. Hoeven ze niet. Hoe kan je mij dit niet geven dan? Hoe kan je mij dit niet geven dan? Dit is alles wat ik wil. Ik wil terug naar de straten. Vroeger heb ik zoveel op de straat gevoetbald. En dan konden we thuis FIFA Street gaan spelen met Ronaldinho. Dat was super vet. En opeens stopten ze met het maken van FIFA Street. En nu zit het weer in FIFA 20. Maar niet voor de Nintendo Switch. Ik kom er niet bij met mijn hoofd hoe je dat dan niet in de Switch-versie stopt van FIFA 20. Letterlijk, als ze het alleen FIFA Volta zouden maken voor de Nintendo Switch. Gewoon, dan doen ze gewoon helemaal niet FIFA, weet je wel. Helemaal niet met Ajax, Juventus, Barcelona. Daar gaan we allemaal niet mee voetballen. Je geeft me gewoon een straatvoetbalgame voor de Nintendo Switch. Die noem je FIFA Volta. Die geef je mij, die koop ik. Dan hoef ik heel dat FIFA er niet bij. Ik wil gewoon straatvoetballen. Maar nee, EA denkt dat het slim is om die gewoon lekker uit de Nintendo Switch versie te halen. Jongens, schiet mij maar lek. Dit is dus wat wij moeten missen op de Nintendo Switch. Ze vinden het niet nodig om dit gewoon in de Switch versie te stoppen. Ik snap er helemaal niks meer van. Dit wil je toch spelen? Dit wil je spelen? Zelfs vrouwenvoetbal, vrouwen op de straat. Het is awesome. Oh jongens. Echt, ik begrijp niks van EA op dit moment. En toen dacht ik, nou ja, weet je, misschien het is alleen maar een visuele upgrade.
20 euro dan of zo voor FIFA 20. Daar zou ik nog mee kunnen leven. Vind ik misschien nog steeds veel geld, maar ja, oké. Dat zou ik dan kunnen begrijpen. Dus ik ging naar Budget Gaming om te kijken hoe duur die game is. Budget Gaming is een prijsvergelijkingssite voor games die alle prijzen van elke winkel netjes onder elkaar zetten. Goed, laten we gaan kijken. Even naar budgetgaming.nl. FIFA 20, de Legacy Edition voor de Nintendo Switch. 45 euro. De goedkoopste prijs. Kijk, 45 euro. En de normale prijs is 49 euro. EA denkt dus echt dat het slim is om in plaats van 60 euro een tientje korting te geven en die game voor 50 euro in de winkel te leggen. EA, je moet hier niet een tientje van afhalen. Je moet hier maximaal een tientje voor vragen. En dat gewoon bij wijze van spreken alleen online aanbieden ofzo. Voor alleen in de e-shop, gewoon als download. 10 euro FIFA 20. Want jullie hebben geen reet gedaan om dit te veranderen, om aanpassingen te doen voor deze game voor de Nintendo Switch. Maar hij vraagt wel bijna de volle prijs voor deze game. Dat kan je niet maken! Als jullie zo doorgaan, dan ga je op een gegeven moment ben je gewoon klaar hoor. Dan ga je gewoon failliet ofzo. Ik ben echt benieuwd wie van jullie erin is getuind. Wie van jullie heeft FIFA 20 al gehaald voor de Nintendo Switch? Oké, en toen ging ik denken, ben ik dan misschien de enige of zo die dit voelt? De enige die dit ziet? Dus ik ging even kijken naar Metacritic om te kijken wat de pers ervan vindt en wat het publiek ervan vindt. Gewoon de consument, jij en ik. Nou ja, voor mij is het een beetje 50-50, maar in ieder geval iedereen die het spelletje gewoon in de winkel moet kopen. Nou, daar gaan we hoor. Eens even kijken. Nou, oké, een 4,3 is onvoldoende, hè? Maar het is nog boven de 4. En dan kijken wat jij en ik ervan vinden, de consument. Een 0,9. Een 0,9. Dat is lager dan dat je op een proefwerk kan halen. Kijk, normaal gesproken ben ik daar totaal niet van. Als mensen gewoon een game gaan review bommen omdat er iets ze niet zint in de game. Kijk, als je bijvoorbeeld ergens heel erg fan van bent. Bijvoorbeeld van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Want dat zo groot is en open wereld en fantastisch. Dat vind je helemaal tof. En dan krijg je The Legend of Zelda Link's Awakening. En dat is best wel een klein spelletje. En dat je dan gaat zeggen, ja, dit is een kleiner spel dan Breath of the Wild. Ik geef het een 0. Kijk, dat vind ik gewoon een stomme reden. Het zijn allebei hele toffe Zelda games, maar ze zijn totaal verschillend. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Het zijn allebei hele goede games. Maar dit, echt. Ik ga helemaal stuk. Een 0,9 volgens de consument. EA, echt. Als je nu nog niet door hebt dat dit geen goede zet geweest is van jullie, dan weet ik het ook niet meer. Dan is het gewoon einde verhaal, toch? Dan is het gewoon klaar. Ik snap het ook wel. FIFA 20 verkoopt toch wel. Jullie NBA-spellen verkopen toch wel. Jullie hebben heel veel van die sportgames en die verkopen toch elk jaar wel. Dus ik snap dat de gemakzucht erin sluipt. De keuze om FIFA 20 voor de Nintendo Switch te downgraden om daar dingen niet in te stoppen, ben ik het niet mee eens, maar kan ik nog een klein beetje begrijpen als je toch wel het geld binnenkrijgt, dat je een beetje gemakzuchtig wordt en denkt van nou, misschien verkoopt hij het minst voor de Nintendo Switch, de Nintendo Switch is misschien minst krachtig van de platforms, moeten daar misschien wat meer moeite voor doen, laten we het gewoon maar niet doen. Dat kan ik snappen. Maar wat ik niet kan snappen is dat je dan toch die game voor bijna de volle prijs in de winkel legt. Dat is gewoon belazeren van je klanten. Dat is gewoon disrespect naar iedereen die een Nintendo Switch heeft. En dat is iets, daar maak je me wel echt kwaad mee. Daar kan ik echt niet tegen. Nou jongens, dat was het voor deze video. Ik wou het gewoon even met jullie hebben over FIFA 20. Ik ben het gewoon echt niet mee eens wat hier gebeurt. Laat me even weten of jij FIFA 20 hebt gekocht. Wat je van heel dit verhaal over FIFA 20 vindt. En als je een leuk onderwerp hebt voor de volgende Rikkenpraat, zet dat dan zeker ook even in de comments. Want misschien ga ik het dan wel over jouw onderwerp hebben. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo Switch games, Nintendo Switch nieuws. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Muscle!